E-sporting is hot. Quint en X vertegenwoordigt Feyenoord in de dit jaar gelanceerde E-divisie, maar ook de Feyenoord-spelers zelf houden na hun training van een potje FIFA op zijn tijd. In de Feyenoord-FIFA-battle nemen ze tegen elkaar op en maken uit wie Feyenoord's FIFA-koning is. Vandaag wedstrijd 1 in Pool C, Justin Bijlo tegen Bart Nieuwkoop. Hey, succes, Effie. Ja, man. Even nodig. Oké, jongens, eerste wedstrijd in een nieuwe pool. Naast jullie nog Hansson en Dammers. Wat is dus jouw verwachting van deze pool, Bart? Een hele matige pool, denk ik. Ja, ik denk echt een hele matige pool. Maar ja, we zullen zien wie het langs het eind trekt. Justin, jij hebt al uitgesproken, hoor ik van je teamgenoten. Nee, dat dus zeker niet. Dat je wel even makkelijk gaat wassen. Nee, dat zei ik niet. Nee, nee? Nee. Ah, nu gaat hij terug in de blijf ja, bescheiden. Goed, ja, hey, Rick. We gaan het zien. Jezus, wat kansen zeg. Ik vind hier echt waar, oh mijn god, wat kansen zeg. Zullen we nou eruit komen? Wat een kansen zeg. Ongelooflijk, man. Die kanker komt nog. Wat geduld aan. Geduld aan. Oh, wat had je goed gezien zeg. Wel. Wat een aanval, zeg. Bij het spel, deze. Wat een aanval. Oh ja. Hey, ref. Hey, dat is wel echt onverdiend. Kort man, 10 minuten is echt kort man. Ik had je gepakt man. Maar, je hebt één schot man. Gefeliciteerd man. Dankjewel. Justin, het was geen wedstrijd die het publiek lang zal bijblijven denk ik, maar 3 punten dan het belangrijkste. Ja zeker, 1-0 gewonnen tegen een zeer matige tegenstander vind ik. Had jij ook meer verwacht van Justin Bijlo na al zijn voorbeschouwingen? Veel meer. Ik denk iedereen in deze ruimte wel eigenlijk. Want ja, hij heeft aardige praatjes, maar het was een matige tegenstander. Hè? Ja, je weet het, Bart is een Zeeuw. Duitsers houden van Zeeuwen, maar Zeeuwen ook van Duitsers. Dan weet je dat hij gewoon kan vallen. Ja, ik heb één kans gehad. Dat is ook de enige dat hij mijn keeper heb gezien volgens mij. Maar ja, keeper pak hem goed en voor de rest niet in de problemen gekomen. Kijk, ik heb al maanden geen FIFA meer gespeeld. Hij speelt elke dag mooie praatjes en... Ja, dat vind ik toch 1-0 gewoon redelijk goed gedaan.